In het Centraal Station in Utrecht wachten dagelijks vele mensen geduldig op hun beurt. Maar vooral in deze maand hebben de locatisten het bijzonder druk. Mag ik van u één enkele reis Amsterdam Centraal Station? Ja, onder de reizigers bevond zich deze dagen Sint-Nicolaas zelf, die door de in aller eil opgeroepen hoofdstationschef van Utrecht met gepast eerbetoon werd verwelkomd. Onder de verraste ogen van de kinderen begeleidde de chef Sint-Nicolaas naar de trein voor Amsterdam, waar de goedheiligman een belangrijke zending had te vervullen. Na zijn aankomst in het Centraal Station werd de Sint op originele wijze naar de centrale expeditieafdeling gereden, waar elke week op donderdag onder hoogspanning wordt gewerkt om de honderden blikken met film op tijd naar de bioscopen te verzenden. De bisschop kwam het personeel hier huldigen. Ik heb gehoord dat u degene bent die hier Amsterdam met al zijn medewerkers organiseert dat al die films elke week weggaan. Ik geloof al heel wat jaartjes. Ja, geloof je dat iets valt, hè? Deze kennelijk niet van humor ontblote Sinterklaas had voor de werkers een toepasselijk geschenk meegebracht. Namelijk voor elk van hen een cadeaubon van de Nederlandse Bioscoopbond, die daarmee zijn erkentelijkheid wilde betuigen voor het vele werk dat elke week door het personeel wordt verricht. De bonnen zijn inwisselbaar in elke Nederlandse bioscoop. Sint eindigde met een advies. Gaat u met uw vrouw een keer een avondje uit? Het is echt gezellig hoor. Echt. Direct na dit bezoek ging de filmverzending met extra spoed verder. Sint zelf reisde per trein verder. Een beetje onwennig nog. Maar ja, hij zit dan ook niet elke dag tussen de rails.